Vrienden, we kennen hem nog. Bart van Houten, ja, van vorige keer. Vorige week, de coronapatiënt. Even een updateje. Ja, we willen natuurlijk weten, hoe gaat het met Bart? Bart, hoe is het ermee? Ja, het gaat gelukkig een stuk beter, Harry. Ik heb geen koorts meer. De ademhaling gaat behoorlijk goed. Het enige wat het is dat ik enorm verzwakt ben. En dan moet je echt denken dat ik een rondje om het huis, dat is op dit moment het maximale wat ik kan doen. En dat betekent 300-400 meter lopen en dan ben ik helemaal kapot voor de rest van de dag. Dat is een kwestie van trainen en dat is een kwestie van oefenen en dat is een kwestie van doorgaan. Volgende week krijg ik fysiotherapie. Ja. En met die fysiotherapie moet het beter gaan. En hopen het zo kort mogelijk dat we weer alles kunnen gaan doen. Wauw. Maar als je maar iets doet op de dag, dan ben je gelijk helemaal niks meer waard. Ja, dan ben je niks meer waard, Harry. Nee? Je kan het bijna niet geloven. Ik ben gewoon een kerel van 90 geworden in plaats van 50. Het gaat met zulke kleine stapjes. Maar je kan je bijna niet voorstellen hoe verzwakt je kan raken in 2,5 week. Je hele lichaam is helemaal op leeg. Het is nog steeds 7 kilo afgevallen. Die komt er met mondjesmaat komt die erbij. Ja. Het is pittig. Het is heel raar om te dat je gewoon niet verder dan 500 meter kan lopen. Maar hoe ziet het eruit dan voor de komende weken? Wat zegt de dokter of weet ik veel wat? Ik krijg vanaf aanstaande dinsdag, moet ik even met mijn huisarts bellen en dan krijg ik fysiotherapie. En die fysiotherapie is er echt op gebaseerd om weer terug te komen naar je normale niveau, wat voor jou en mij gewoon normaal is. Ja. En om daar weer naar terug te komen. Maar dat is voor de een, duurt dat maanden en maanden. Inmiddels heb ik heel veel mensen gesproken. Die vanaf maart bezig zijn en die zijn nu nog niet terug. Voor de anderen gaat het wat verder. Dus dat moet de toekomst uitwijzen, Harry, hoe lang het bij mij gaat duren. ik blijf het zeggen, het is een heel pittig griepje, kan ik je melden. Het is een pittig griepje, zeg jij. Ja. Dus we kunnen eigenlijk de mensen niet genoeg waarschuwen. Nee, exact. Dat is ook vooral... Weet je, let op jezelf en hou je gewoon aan de corona-voorschriften die er door het RIVM worden opgesteld. Weet je, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Alleen, je moet niet denken dat in complottheorieën en weet ik veel wat. Ik heb de laatste weken heb ik zoveel shit over me heen gekregen. Dat ik een acteur ben en dat jij naar aanleiding van ons filmpje, wat werd er allemaal gezegd tegen je? Naar aanleiding van het filmpje, het is echt, Harry, de mensheid is waanzinnig geworden. Echt waar, ik ken er met mijn pet niet bij. Wat kreeg je allemaal te horen, zeg het maar. Net wat ik zeg, dat ik een acteur ben en dat jij mij zou betalen voor interview en dat het allemaal niet waar, dat ik lieg. Ze hebben alle tijdlijn nagegaan van filmpjes die op Instagram stonden en dan denk ik van, heb je nou werkelijk geen leven en dacht je nou werkelijk dat ik ten eerste betaald zou worden door jou? Ik krijg geen dubbeltje van mij. Maar dat denken ze wel. Ja, dat denken ze inderdaad. Ja. Het is echt, het is te achterlijk voor woorden wat ik de afgelopen weken over me heen heb gekregen. En terwijl ik alleen maar probeer te waarschuwen. En echt alleen maar gewoon van let op jezelf en neem het serieus. Weet je wel, neem het serieus. Want het is echt geen grap. We hebben, verleden week dat we hebben gesproken, hebben we het huilend afgesloten met z'n tweetjes. Ja. Weet je, dat doen we niet omdat we, ik heb echt op het randje gezeten van, oké, welke kant gaat het op? Weet je, ga ik dit overleven, ja? En zo serieus is het.
Ja. En nu zit je, ga je weer een beetje de goede kant op, gelukkig. Ja, absoluut, Harry. Ja, Nou, ik dat is goed ben om heel te zien. blij. Neem het serieus en pas goed op jezelf en op je naasten. Neem het serieus. Hoi, Dag hoi. Bart. Hoi, hoi. Dag.